Ja, dat is een derde, dat is florist. Florist, hè. Misschien de meest creatieve van onze opleidingen. Alhoewel dat de anderen ook zeer creatief zijn. Het zijn allemaal creatieve opleidingen. In dat opleiding op 1 jaar, altijd op maandag. Waarom op maandag? Omdat de maandag de meeste floristen gesloten zijn. Ja. En we zien daar een belangrijke instroom van mensen die in een bloemenzaak werken. Soms ook van mensen die al een eigen zaak hebben, maar die zeggen van oké, ik wil het hier nog wel gaan perfectioneren. Mm-hmm. Dus geen opleiding bloemschikken, die je zelfs kunt volgen in CVO's bijvoorbeeld. Mm-hmm. Niks tegen CVO's. Maar wel hier ook een praktijkgerichte, een beroepsgerichte ondernemersopleiding. Hè. Mm-hmm. Ook daar gaan we de nadruk leggen op dat ondernemerschap. Hè. Hoe ga je een eigen zaak beginnen? Hoe ga je profileren in de markt? Hè. Dat zijn zaken die daarbij komen. Mm-hmm. Natuurlijk, een stuk theorie. Denk aan plantenkennis bijvoorbeeld, hè. Zeer belangrijk. Maar ook hier heel veel praktijk. Hè. Dus alle verschillende technieken, alle verschillende stukken worden aangeleerd in de praktijk. Ja. Ja. Moet je voorkennis hebben? Nee, je moet geen voorkennis hebben. Hè. We zien in de dagopleiding meestal mensen die wel al ergens affiniteit hebben met het beroep. In de avondopleiding niet. Hè. Daar zien wij heel veel mensen die daar eigenlijk willen mee gaan starten en die eigenlijk van nul beginnen. Ja. Dat is perfect mogelijk. Oké. Zeg eens, hoe lang duurde de opleiding? Dagopleiding 1 jaar ook. Dus 1 dag in de week. Ja. Hè, maandag, volle dag, 1 jaar, september tot juni. Ja. Avondopleiding 2 jaar. Hè, dus de meeste opleidingen bij ons lopen op die manier redelijk gelijklopend. 1 avond in de week. 2 jaar. Bloemen zijn niet goedkoop. Moet je daar zelf voor zorgen? Of tot nu toe was het zo dat we onze cursisten vroegen om, dus voor elk stuk dat gemaakt wordt, dus elke les waar praktijk gegeven wordt, om zelf hun bloemen mee te brengen. Dat heeft zijn voordelen. Hè. Iedereen brengt andere zaken mee. Je weet wel welk stuk dat je gaat maken, een beetje welke richting we uitgaan voor die les. Dus iedereen maakt iets anders, je leert ook van elkaar op die manier. Maar we merken dat natuurlijk die kostprijs van die bloemen soms wel doorweegt bij cursisten. Ja, we zijn nu in onderhandeling, dat is bijna rond, met een groothandel in bloemen, om daar toch daar een stuk oplossing te zoeken in groepsaankoop eigenlijk. Mm-hmm. Ja, om die kostprijs voor de cursist tijdens de opleiding toch nog te drukken. Ja. Ja. Zijn er in die opleiding, ik weet het niet, vrijstellingen mogelijk vanuit bepaalde voorkennis of vooropleiding? Voor opleiding florist zijn er geen vrijstellingen mogelijk. Hè. Ja. Daar start je bij het begin. Het is ook een lineaire opleiding, dat wil zeggen, dat zijn geen modules, waar ik zeggen, die module ga ik volgen. Die module ga ik niet volgen, of waar hij zegt, ah, voor die module heb ik een vrijstelling. Het is lineair, het wordt eigenlijk opgebouwd van 0 tot 100. Van 0 tot 100. Ja. Campus is Roeselare? Roeselare opnieuw, ja. Alle groenopleidingen, goed.